Yo mensen, mijn naam is Jesse en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag is dit een soort van vlog. Ja, oké, heel leuk. Ik dacht, ik weet niet wat ik moet doen. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon beginnen met filmen. We gaan het wel zien, maar laat allemaal even een blauw duimpje achter. Als allereerste zou ik heel erg waarderen. Eens kijken of wij de 500 likes kunnen halen. Zou ik super tof vinden. Abonneer ook zeker op mijn kanaal om niks te missen. En ik ga nu even voetballen. Oh, fucking hell. Ik schoot dus bijna met die voetbal mijn camera om. Dat zou niet zo slim zijn. Jongens, ik heb een nieuw speeltje. Dat klinkt heel verkeerd. Maar de hele dag ben ik al gewoon lekker chill bezig. Op mijn bank zitten. Dit is mijn bank. En dat komt omdat ik een nieuw speeltje heb. Want ik weet nog wel. Ik denk dat jullie of sommige van jullie nog wel weten. Ik had vroeger een FIFA kanaal genaamd Knijn Speelt. Ik had daarop bijna 8000 abonnees. Alleen toen ben ik gestopt voor een maandje. En daarom ben ik dit kanaal begonnen. Pokémon Go is heel lekker gegaan. Maar FIFA, ik vind het nog steeds heel leuk om te spelen. Alleen speelde ik het altijd op de PlayStation 3. Maar op de Xbox heb jij Legends. En dat wou ik ook wel. Dus ik heb een Xbox gekocht. Yes, heel leuk. Nou jongens, zo ziet het eruit als ik een gamer ben. Voeten over mijn tafeltje. Xbox controller. Ik kan niet praten. What the fuck? Xbox controller in mijn hand. En ik vind de Xbox controller heel luidruchtig. Maar oké, hij valt. Hij is net nieuw. En daar jongens, is mijn Xbox. Het is een Xbox 360. Of nee, niet 360. Een Xbox One S. En die heb je, ja, je hebt ze alleen in het wit. Je kan ook special edition kopen. Alleen dan moet je 4 dagen wachten voordat je hem hebt. Had ik geen zin in. Ik heb hem lekker gisteren meteen opgehaald in een mediamarkt. En voor de mensen die FIFA leuk vinden, ik ben op een moment de Journey aan het spelen. Ik heb de Journey al uitgespeeld op PlayStation 4. Dus eigenlijk vind ik er geen zak meer aan. Dus ik probeer het lekker snel te doen. Alleen als jij de Journey uitspeelt, dan krijg jij een Hunter kaartje. Dat is gewoon, dus je krijgt gewoon een goed kaartje. Voor de mensen die geen FIFA snappen, dat wil je gewoon hebben op Ultimate Team. Maar ik heb het fucking warm. Al mijn verwarmingen staan aan. Mijn raam staat open, heel fijn. Ik doe hem meer open en het is nog licht. Dus ik denk dat ik zo eventjes naar buiten ga. En dan ga ik wat heel leuks doen. Ik ben een pyromaan. Ik hou van fik steken. Het is bijna oud en nieuw. Dus wij gaan een random product zoeken in mijn huis. Die wij in de fik kunnen gaan steken. En ik vind dat wel leuk. Ik denk jullie ook wel. Maar eerst ga ik jullie iets laten zien wat jullie nog nooit van mij hebben gezien. Gewoon, dit is een beetje een andere kant in mijn leven. Want nu loop ik dus gewoon door mijn huis. Daar is mijn kamer. En dit hebben jullie nog nooit gezien. Mijn woonkamer misschien wel van een paar Pokémon video's. Dat ik daar met het opnemen ben. Maar verder niet. Maar kijk eens wat ik hier heb, jongens. Ik doe even een lichtje aan. Het is fucking donker. En het is echt super warm hier binnen. Jezus, mina, hè. Oké, hallo. Jullie denken wel, wat fuck, wat praat je tegen? Nou, dit zijn cavia's. Dit zijn ik zet de tv even uit. Uit, dankjewel. Maar, dit zijn mijn cavia's. Hoi, Babbel. Nou, jullie kunnen denken, raar hoe deze heet. Deze heet Babbel. Die heet Knabbel. En die heet Fluffy. En als ik die en die bij elkaar zet, gaan ze vechten. Ik denk dat je al kan zien welke de vrolijk is van de twee. Hè, Babbel? Jij, hè? Ja! Ja, heel lief. Maar wij gaan op zoektocht naar een product wat ik eventjes in de fik kan steken. Ouders, als jullie dit zien, spijt me enorm. Wat is hier? Nee. Oké, er moet dus wel wat zijn wat ik zelf niet meer gebruik. Anders is het zonde natuurlijk. Oké, ik denk dat ik wat weet. Het is best wel, ja, erg. Ik weet niet of jullie het erg vinden. Ik vind het in ieder geval wel leuk. Alleen, ik kan best begrijpen dat sommige mensen het wat erg vinden. Eerst even lucifers en amakhout. Is natuurlijk altijd handig als je fikje gaat steken. En dan ga ik nu weer naar beneden. Donkere hok, oftewel mijn kamer. Ga ik wat zoeken. En dat gaan jullie zo zien. Jongens, welkom in het rommelhok naast mijn kamer. En ik zoek wat. Ik ga nog niet vertellen wat. Maar ik zoek het. Eens eventjes kijken. Ik denk dat het in een van die bakken zit. Maar zoals je ziet, ik sta hier helemaal klem. Ik weet niet eens of ik het nog wel heb. Misschien heb ik het wel ooit gekocht. Maar als ik het kan vinden, zou het echt vet zijn. Oh, waar is dat ding? Ja, is dit het? Jongens. Nee, ik dacht dat dit het was. Nou, het is het niet. Oké, jongens, ik kan het niet vinden. Ik wou een PlayStation 2 verbranden. Bij de 1000 likes ga ik dat de volgende keer doen. Maar ik heb hier nog wat anders leuks. Ik weet niet of jullie konden zien wat het was. Maar het is zeg maar, oké, het zijn doosjes van een Beats. Van Beats gewoon. Een best wel dure koptelefoon. Alleen die koptelefoon die heb ik niet meer. Dus die doos kan op mijn part ook weg. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe goed deze doos fikt. Dus weet je wat? Die gaan we gewoon lekker in de fik steken. Want fikkie steken is leuk. Doe het thuis alleen niet na. Niet thuis ook fikkie steken. Oké, jongens, ik zit nu ergens achter bij mijn huis, bij een garage. En hier ga ik het gewoon doen. De doos ligt op de grond. Het is in ieder geval op steen, dus dat moet goed komen. En hopelijk gaat het ook een beetje fikken. Ik heb geen statief meegenomen, dus ik moet alles met één hand doen. Even kijken
hoe wij dat het beste gaan doen. Waar gaan we dat aansteken? Ik denk de doos open doen. En dan laten we eerst de binnenkant even fikken. En dan doen we de doos dicht of... Ja, ik weet niet wat ik ga doen. Nou, ik heb in ieder geval een heel professioneel statief gemaakt. En het mag niet vallen. Ga staan. Zo, heel professioneel. Oké, ik denk dat jullie het in ieder geval wel kunnen zien. Oké, hier zijn mijn aanmaakhoutjes. Die ga ik erin doen. Weet je wat? Ik ga gewoon even een statief pakken, want dit werkt echt voor geen meter. Oké, jongens, ik heb er nu een statief bij gepakt. Het werkt een beetje beter. Hier ben je dit. Is het aanmaakblokje. Die ga ik erin pleuren. En ik heb alleen lucifers. En hopelijk gaat het meteen lekker aan. We steken ook meteen het papier even lekker in de fik. Zo. Au, mijn vingers. Aan mijn vingers, waarom gaat het niet aan? Zo, nu zien jullie het nog beter. En dan moet ik uitkijken dat ik mijn schoenen ga verbranden. En het aanmaakblokje werkt echt voor geen meter. Ga aan. Zo, papier in de fik steken. Hier, het aanmaakblokje gaat niet aan. Ga aan. Zo, nu moet hij wel aangaan. Het gaat heel sloom, maar hij gaat wel aan. Ik ga nu die grote in de fik steken. Misschien gaat die beter. Moet ik niet mijn hand boven die andere houden. Oké, die grote die fikt nu volgens mij wat beter. Ik ga deze er even opleggen. Misschien gaat dan deze doos fikken. En dan steek ik meteen deze doos ook een beetje aan. Go. Oké, als het goed is, staat nu deze doos in de fik. Ja hoor. Ja hoor. Oh, het stinkt jongen. Jezus. Oh, wat hou ik toch van fikkie steken jongens. Alleen zijn lucifers een beetje heel kinderachtig. Fikt het nou? Oh. Oh jongens, kijk dit. Deze doos die fikt gewoon. Nice. Oké, die leggen we zo neer. En nu gaan we een fikje steken, jongens. Hoppakee, dan gaat de doos. Oh shit, we moeten hem snel dicht doen. Nu is die uit, heel slim van mij. Deze doos die gaan wij nu proberen dicht te doen. Nou, ik moet niet helemaal dicht doen, want dan gaat natuurlijk de zuurstof weg. Maar een beetje dicht kan wel. Als ik hem überhaupt dicht krijg. Come on, ga dicht. Zo, dichter dan dit gaan we hem niet krijgen. En leggen we deze naast. En dan gaan we fikjes steken, jongens. Of die leggen we erop. Hoppakee. Zie je die vlammen eruit komen hier? Zie je die vlammen? Want dat fikt goed, joh. Alleen dit moet nog weer eventjes aan. Wow, wat is hier ook? Kijk dit. Pff, jezus. Wat is dat? Kijk dit. Hier komt er een hele rookstreep uit. What the fuck? Stik zo wat, man. Jezus, het komt al. Oh, fucking hell. Oh. Jezus, ik ben even op... Oh. Ik ben even opgestaan. Maar kijk dan. Daar komt er een hele rook... iets uit. En mijn sleutels. Oh, rip. Fik eraan, jongen. Oh, wat erg. Ik weet niet of jullie het zien, maar overal om me heen hangt de rook. En dan begin ik wat minder te roken, maar oh, wat erg dit. Wat? Moet je kijken. Hier, aan de zijkant zie je helemaal van die bubbels zitten. What the fuck? En het vuur komt er hier gewoon uit. Eens kijken of ik naar binnen kan kijken met mijn camera. Jongens, dit is de binnenkant. Oh my god, niet te ver, anders ga ik mijn camera nog slopen. Er komt nu ook echt gewoon zwarte rook uit. Doe dit gewoon thuis niet na. Want geloof me, dit rook is slecht voor je. Kijk dan hoe dat eruit komt. Kijk, daar vind ik dat normaal, met weinig rook. Maar hier, what the fuck, jongen. Straks gaan de buren nog denken dat er hier vuur is, of brand. Vuur is er zeker. Oké, nu begint het echt heel erg te roken. Dit is net een rookbom, jongen. Zal ik hem eens open doen? Als ik nu mijn klauw verbrand. Oh, jezus. Met mijn voet. Oh my god. Jongens, hij is open. Yo, daarom brandt het zo. Er zit allemaal plastic randje in. Ik doe meteen mijn shirt voor mijn mond. Dat is volgens mij niet zo goed voor je. Maar oké, het fikje steken is al leuk. En ik heb het er best wel lekker warm. Jongens, oh fuck, mijn statief. Shit. Het vuurtje komt nu aardig hoog. Ik ga deze weer even opleggen. Zo. Oké, lekker branden. Jongens, kijk dan hoe lekker dit fikt. Oh, wat lekker dit. Dat hou ik toch van vuur. Jezus, die doos is omgevallen. En die vlam is nu gewoon echt hoog ook. Eens kijken of ik het licht wat omhoog kan zetten. Zodat jullie het wat beter kunnen zien. Oké, ik heb mijn camera eventjes anders ingesteld. Zodat jij nog een beetje van de omgeving ziet. En holy shit, dat fik echt heel goed. Ik denk dat ik hem er even uit ga maken zo. Oké, jongens, ik ga het uitmaken. Straks gaan de buren nog denken dat het huis in de fik staat. Goed, er is hier binnen een kraan. Dit is geen kraan. Nee, dat is sowieso hier binnen. Hier binnen weet ik het echt zeker dat er een kraan zit. En dan gaan we dat eventjes uitmaken. Oké, jongens, ik heb een kraan gevonden. Alleen nu nog een emmer. Is ook heel handig. Gevonden. Hey. Oké, ik denk dat dit wel genoeg water moet zijn. Jongens, ik ga het vuur uitmaken. Oké, hoe ga ik dit slim doen? Ik ga dit met één hand proberen. Eroverheen. Oh my god, wat vies, jongen. Oké, het is niet helemaal uit. Maar oké, nu is het wel helemaal uit. Oké, hoor.
kunnen netteren. Jezus, Mina. Nou, jongens, dat was mijn fik avontuurtje. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Ik vond het op zich wel lach. Even fikje steken. Dat doe ik eigenlijk al vanaf kleins af aan. Ik ben een hele stoute jongen. Abonneer even op mijn kanaal. Laat even een blauw duimpje achter. Check ook de andere video's op mijn kanaal. En dan zeg ik later, mensen.